bijzonder congres, want er komen bijna 900 professionals op het gebied van leren binnen organisaties. En vandaag is het heel duidelijk. Aan de ene kant gaat het over technologie. Maar gelukkig staat daar tegenover de human factor. Dat zetten we vandaag tegenover elkaar. Well, my talk was almost wholly about AI, artificial intelligence. We have to be honest that AI is going to destroy jobs, but it may also help through education to create a new future. Wacht even, het menselijke aspect van dit verhaal wordt ernstig onderbelicht. En al die evoluties zijn geweldig als ze lekker naast dat menselijke aspect lopen en dat die twee elkaar gaan versterken. En eigenlijk gaat daar mijn verhaal over. Wat ik met name meeneem is de sterk veranderende rol van learning and development. Ja, dat HR zich daarom moet aanpassen. Dat je niet mensen dat moet motiveren, maar vooral moet kijken om ze niet te demotiveren. En mensen veel aandacht geven. En dat vond ik een heel inspirerende spreker. Wat ik vandaag veel terug heb gezien is zorgen over big data. De kansen van agile werken, gepersonaliseerd leren. En veel energie. Heel leuk.